Welkom bij de waarheid over Instagram leven. Het is hier echt geweldig. Toen droomden we altijd van deze duiven. Leuk. Nicole is echt de beste stylist van de wereld. Hallo, tijd voor een nieuwe vlog. Het is al maandagavond, is het? Het is 4:15. En maandag is bij mij echt altijd een knaldag. Dan heb ik zoveel dingen in mijn hoofd. Eigenlijk alsof alle to-do's en taken en gedachten van de week op dat moment al samenkomen. Dus ik vind het vaak best wel een stressvolle dag. En het wordt dan gedurende de week verloopt ook wat minder. Dus ik ben nu op zoek naar een manier om met iets minder anxiety de maandag in te gaan. En bijvoorbeeld door minder dingen in te plannen. Zodat ik eigenlijk zelf controle over de dag hou. En dat vind ik zelf wel heel fijn. En ik ga nu als break even sporten. Ik heb gewoon zin in het idee dat ik zo even het huis uit ga en ga bewegen tussen het werk in. Hoe goed is dat? New year, new me. Yes! Ik ben weer thuis en het sporten is goed gegaan. Ik voel me super voldaan en nu al sterker. En ik zou nu uit eten gaan met Nicole en Stephanie en Sabrina. Maar ik heb te veel werk, dus ik moest helaas afzeggen. Wat wel een voordeel is, is dat er net een doos bezorgd is van Crisp, waar ik laatst een etentje bij Lena van had. En allemaal hele lekkere dingen die ook nog eens heel gezond en heel betaalbaar zijn. Hoe is het mogelijk? Waarom mijn favoriete kombucha? Een food unboxing. Ik heb verse courgette soep met lekkere olijven. Noedelsoep. Runderhaché met wortelstamppot. Yes. Goedemorgen, ik ben weer met mijn schatje Kim. Goedemorgen. Het is dinsdag en we zijn in Naarden, waar Kim aan het freelancen is. Als vormgever voor onder andere Linda Meijden. Dus het is een beetje een flashback naar hoe we elkaar leren kennen. Dat was namelijk zeker toen we bij Elle werkten. Ik als schrijver en Kim als vormgever. Eerst nog als stagiaire, zelfs brave mini-puppies. Toen droomden we altijd van deze dagen dat we weer samen iets gingen maken. Ik heb nu een beeld brainstorm. Season 2. Ziet er allemaal weer heerlijk uit. We zijn nu bezig met het zomerboek alweer. Met een liefdesthema. Dus als er nog bepaalde onderwerpen zijn over liefde, relaties, seks, lichamen, zomer, die je in zo'n nummer wil zien, laat het ons zeker weten, want nu kun je nog een beetje mee beslissen. Goedemorgen, het is woensdagochtend en ik ben bij Jordi. Ik dacht dat ik een jurk had ingepakt, maar het is een trui. Ten koste had ik hier een legging onder bedacht, dus hoef ik niet in een blote pantybil naar buiten. Dit zijn wel van die dingen als je niet samen woont, dat je de hele tijd denkt dat je iets bij hebt. Maar dat is niet waar. Jordi en ik gaan nu lekker bij de Canary Club werken. Dat zit heel erg in de buurt van zijn huis. En is een van mijn favoriete plekken om lekker te werken. En ze hebben een hele lekkere kaart. Met een sandwich met verse tonijn en zeewier. En een geweldige soort curry met mini naanbroodjes. Dus daar gaan we lekker werken en koffie drinken. En voor mij is dat dan echt een feest in de werkweek. Is het natuurlijk ook. Dat je ergens naartoe kan waar je gewoon helemaal geïnspireerd wordt door de omgeving en dan lekker kan werken. En ondertussen ben ik heel erg bezig met de inrichting van mijn nieuwe kantoor. Ik kan vrijdag de sleutel ophalen. Ik ben helemaal bezig met moodboards en nu echt concrete keuzes maken. Er komt een oranje velvet bank in. Ik vind oranje echt een geweldige kleur. Heel warm en vol energie, maar tegelijkertijd niet te cute of te zacht. En heel erg zo'n retro 60s vibe waar ik heel erg van hou. Dus daar ga ik nog een beetje op verder. Ik heb trouwens mijn nagels zo netjes gelakt. Ik ben echt trots. Eén glitternageltje. Oh, carrière switch. Als er specifiek dingen zijn die jullie willen zien van de kantoor makeover, laat het me ook even weten. Ook heb ik op mijn ogen een beetje iets nieuws. Namelijk iets meer een taupe-achtige look. Ik heb namelijk twee hele lekkere nieuwe productjes gekocht. Dit is een Pro Longwear Paintpot. En de paintpots zijn eigenlijk van dit soort potjes met een cream product erin. Wat je soort van op je oog kan smutsen. Ik doe het met een plat oogschaduwkwastje. En wat dan echt de hele dag blijft zitten. Maar je kan het ook als basis voor een bruine smoky eye bijvoorbeeld gebruiken. Iets hoger op het oog heb ik deze gedaan. Dit is de Cream Color Base in Root. Eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Alleen is deze nog vloeibaarder. Paintpot die hecht echt aan je oogleden. En deze blijft bijna een beetje vloeibaar. Waardoor die soms ook een beetje in de lijntjes gaat zitten. Maar als je er poeder onder doet, helpt dat wel. Of je moet het gewoon een beetje in de gaten houden. En dit geeft echt zo'n soort sexy punk Kate Moss smoky effect. Ik ben er echt dol op. En dan heb ik aan de binnenkant van mijn oog, alleen aan de bovenkant, een lijntje getrokken met een van mijn andere favorieten van het moment. Dit potloodje van Shiseido. De Kajal Ink Artist. En deze potloden zijn zo fijn.
die zijn zowel als oogschaduwpotloden als bijvoorbeeld binnen in je oog. Ik heb zelfs nu een beetje stipjes op mijn lip gezet en dat uitgesmutst met lipbalsem omdat ik geen lipkleur bij me had. Dit is een bordeauxrode tint. Ik vind dit echt geweldig. Je zou zelfs een beetje op je wang kunnen zetten en uit kunnen blenden als je ook geen blush hebt. Dus dat zijn van die fijne multifunctionele producten. I like it. Oké, genoeg gekletst. Ik ga op pad. Zonder broek. Niet normaal. Dit is toch gestoord. Curry soepje. Oké, het is nu 5:50. Ik heb de hele dag zo hard gewerkt dat ik helemaal dus ben. En ik merk ook dat ik heel verkouden aan het worden ben. Dus ik hoop echt dat dit snel weggaat. En ik niet vrijdag dit ook heb als ik video's ga opnemen met Mary Jo. Hey guys, ik ben echt een beetje ziek aan het worden. Ik heb ook een dekbed op mezelf gegooid omdat ik het heel koud heb en ik kan niet meer met mijn neus ademen. Dus ik ga even nog wat werken. Ik heb nog een heleboel nakijkwerk liggen. En het voelt wel lekker als dat in ieder geval gedaan is. En dan ga ik lekker in bed liggen en slapen. En hopelijk is het dan snel met wat paracetamolle verholpen. Ik denk gewoon dat het echt komt door dit Misa weer. Zadel op! Goedemorgen jongens, het is heel vroeg en nog donker en ik kon Lena gaan naar Gent rijden voor een 2,5 uur, top. Ik ben net aangekomen in de studio in Gent en het is hier echt geweldig. Een soort betonvloeren, koffiebroodjes, alle essentials voor een goede video. Hey, hallo. Oh wow, loving it, het kledingrek. En deze stoel. En Lena, dit is toch te gek. Beeldig uit jongens. Prachtig haar make-upje. Nicole heeft mijn styling gedaan. Love. Hoe mooi is deze look? Nicole is echt de beste stylist van de wereld. I can't. Vlekloze gezet, alhoewel je zat een letterlijke vlek op. Je gaat zo goed. Mooi is deze look. Hoek 30 ongeveer. Dan ben ik weer in weer een look. Dit is een off-shoulder jumpsuit. Nicole heeft het weer allemaal fabulous voor elkaar gesteld. Met die lila oorbellen. Oh ja, leuk. Ja. Funky girl boss. En deze erbij. Edition. Ah, leuk. Hoeveel looks hebben we al aangehad inmiddels? Ik denk 25. Ja. Maar zoiets? Ik heb het ook voor mijn gezicht gesmolten. Had je make-up ook mee? Lookje. Leuk. It's the pearl. It's a wrap. Hoe goed is wel deze jurk, hé? Echt een goede wederom. Met super split. What? Ik wil het goed passen. En dit glitterbandje van Mary Jo. Loving it. Oké, het is nu 8:15 en ik ben om 6:30 opgestaan en meteen gaan werken. Dus dat is een flinke werkdag. Ik ben helemaal duf en heb een helemaal opgeblazen buik. Maar we hebben mooie dingen gemaakt. Dus dat vind ik heel erg leuk. Heel veel zin dat dit allemaal online komt. En ik wil nog even wat dingen uit de studio laten zien. Omdat ik die allemaal wil stelen. Dit geweldige soort van mermaid scherm. Help op hoor.
Het lijkt heel chic, maar eigenlijk zijn het gewoon een soort plastic panelen of zo. Maar het ziet er geweldig uit. Dit ding. We hebben wat lekkere sfeertjes gevonden om morgen nog even te shooten. Maar er is hier ook iets in Michelskerk. Oh, wat is dit nu? Het lijkt ook wel een soort vagina. Waar moeten we in? Een Gentse vagina. Een Gentse veg. Het is helemaal niet goed. Oké. Three girls, one Google Maps. We moeten langs in Sint-Michielskerk en daar is het. Dus we moeten dan zo. Want hier is die zin. Oh. Nee. Nee, schatje. Gaat het? We komen nu aan in de camera en het is echt huge. En dan is het een soort vide. Het is wel heel mooi. Dit raam is echt de hoogste wat ik ooit heb gezien. Een verdieping in de hexagon in marmer. Schijt uit. Dit is echt mooi hoor. Oh. Lekker man. Oh, dit heb ik ook alleen maar mijn minis mee hoeven nemen. Ik heb ook Lelabo minis bij. Lelabo, dit vind ik heel lekker. Oh. Wat is dit? Wat is dit? Oh mijn god. Hier, kijk. Wat gebeurt hier? Kijk eens even aan wie hier hebben. Hallo. Pierke en Pierke. Tijd om het prachtige hotel weer te verlaten. We gaan nu nog content schieten. Heel veel. In een ook echt hele veel. Leuke plek. Ah, wel. Echt kan wel dat nog wat make-up maken. Maar dat voor morgen doen. 10 over 9. Shine zeiden we. Ja, maar ik had niet een goede idee. Gaan. Thank you. Alles have a nice day. Bye. Het gezellige aan dit gezelschap is dat we dus om al elkaar schrappen lachen. Dus nou, niet gewoon. Nou, hoor. Aangekomen bij Atelier Tropez. Een geweldige guesthouse waar je één ruimte voor 5 mensen en één voor 2 hebt. En het mooiste ever is. We gaan nu shooten! Nog een dag! Wat heeft ons Nicole aan voor lekkers? Of een klein lookje? Ik ben blij dat je noten weer genomen. Hoi. Hi. Welkom bij de Waarheid over Instagram leven. We zijn vandaag gaan shooten en ik ben helemaal ziek. Dus nu lig ik er zo bij. Dat we wat eten hebben. En dan gaan we weer verder, want we hebben allemaal deadlines. Van looks moeten we nog schieten, Koos. We moeten nog sowieso 7 looks. Oh ja, 7. En dat is, laat me zeggen... Het minimale wat we zouden kunnen doen. Oh, een lekker zaterdagje. Kijk even hoe geweldig het hier is. Oh. Leuk, kolletje. En dit dan. Wat? Hoe romantisch. Oh, zo'n zwarte kamer. Dat is precies wat jij wilt, toch? Ja. Ik ga ook mijn kamer zwart verven. Maakt het zo knus. We zijn weer in Nederland en ik ben meteen naar mijn schatje Jordi gaan. Om lekker te hamsteren in chill te pakken. En hij is curry aan het maken. En hij gaat nu crispy tofu dingen maken met als zijn een soort vegetarische kipcorns. En nu is hij met zijn eigen vuisten als vijzel cornflakes aan het fijn stampen. Hallo. Heb je wel je handen gewassen? Nee. Wel toch. Ik was altijd mijn handen 100 keer. Hoppakee. Oh fuck. Oh yo. Oh, hij gaat er helemaal voor. Jordi Oliver. Hier ligt ook melk en meel. Wat gaan we zo meteen doen? Nou ja, we. Hoe dit hoofd ook gewoon niet onder die afzuiger past. Ik vind dit zo grappig. Oké. Je pakt een tofu en nu in de melk. Oh, in de bloem. Dan in de melk. Dan in de melk. He, dat blijft die bloem toch niet zitten? Dan moet toch eerst, dan moet toch andersom. Wat ga jij hier nou een beetje vertellen over hoe dit moet?
Ja, maar je was toch die bloem eraf als je dat weer daarna in de melk doet. Het moet toch eerst nat worden voordat die bloem eraan plakt? Afwassen, weer afwassen. Ik zit hier aan de zijlijn gewoon lekker commentaar te geven op het keukenblad. Oh, kut. Oh. Oh, het ziet er wel echt wel zwaar uit. Kunnen we er niet één proberen met eerst melk dan bloem? Om te kijken of ik gelijk heb. Prima als je ermee bemoeit, maar niet als je er op zo'n manier mee bemoeit. Maar als experimentje, of met een klein stuk alleen. Hallo, hallo. Het is zondag. Hey, en ik ben weer lekker met Anne en met onze andere schatjes. Ja, ben hallo. Hallo. Lekker Vietnamees eten en bijkletsen. Door Amsterdam aan het lopen. Het is een hele mooie zonnige dag, maar wel koud. En heel lekker rustig weer. Niemand. Ik ga even iets ophalen op mijn kantoor. Voor het laatst, want morgen ga ik verhuizen naar een nieuw kantoor. Een heel leuk meisje dat ik ken heeft die Dries van Noten jas gekocht waar ik het laatst over had. Waar ik spijt van had dat ik die niet in de sale had gescoord. En zij wilde hem terugbrengen, dus die ga ik ook bij haar ophalen om de hoek. Een grote uitgave, maar ik heb er nu al weken over nagedacht en ik ben er toch wel heel blij mee. En dit ging top. Ik was mijn huissleutel vergeten, dus ik ben nu bij een hele leuke vriendin geworden in Noord, waar we een barbecuefeest hebben, waar ik eigenlijk niet in kon omdat ik moet werken. Maar nu ben ik toch even hier en dan ga ik straks naar huis. Hey, kijk hoe je daar bent. Hallo! Het is precies 11:30 s'avonds en ik ben net klaar met mijn editorial voor Linda Meijden. Het voorwoord dat ik altijd schrijf. Ik ga hem morgenochtend opsturen naar Doreen, mijn fantastische chef. Ik hoop dat ze het leuk vindt. Ik denk dat ik mezelf even ga belonen met een klein minuscuul bakje paprika chips met ribbels. Ben ik de enige die zich beloont met eten? Oh, mijn buik maakt ook al meteen een voorbereidend knorgeluid. Super. Zijn jullie dus ook mensen die zichzelf belonen met eten? Bijvoorbeeld als je je niet goed voelt of ziek voelt of zielig voelt of hard moet werken of zoiets of iets te vieren hebt. Dat je dan altijd jezelf wilt trakteren en belonen. Hallo, hallo. Ik ben even wat onderzoek aan het doen naar een nieuw tattoetje. En ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal in gedachten heb. En de reden daarvoor is dat ik op Valentijnsdag, 14 februari, een eventje host in Hudson's Bay in Rotterdam. Eigenlijk willen zij de liefde bezegelen voor jezelf of voor een ander door een tattoo-event te organiseren. En als je een aankoop doet van €50 of meer, dan kun je een tatoeage laten zetten door de super artists van Ink District. Ik ben er ook bij. Ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat ik zelf ook iets ga laten zetten. Ze hebben een aantal hele toffe schetsen waar je uit kan kiezen van een sterretje, een hartje en allemaal toffe icoontjes. Zal ik ook even laten zien. Dus kom zeker even hoi zeggen in Rotterdam als je zin hebt. Kijken wat er allemaal gebeurt. En misschien wel samen met mij een versiering voor jezelf uitzoeken. Dit zijn de tattoetjes die je daar kan laten zetten. En wat ik dus zelf heel leuk vind, is gewoon zo'n hele arm vol met kleine friemels. Ik hou gewoon heel erg van kleine tattoetjes. Ik vind deze ook heel leuk. En dit. Zoals je ziet ben ik heel erg aan het kijken naar iets van een woordje of een letter of zo, omdat ik al 4 kleine symbolen heb. Een hartje, een ster, een zonnetje en een maan. Dus ik ben wel toe aan iets in tekst. Maar wat weet ik nog niet zeker. Maar het kriebelt heel erg. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat iedereen die wel eens piercings zet of tattoos zet, dat gevoel heel erg herkent. Van oeh, ik heb zin in iets nieuws. Wat zou ik doen? Dus dat zou natuurlijk leuke timing zijn. Dus ik hoop sommige van jullie daar te zien. Het is in elke winkel in Nederland, dus 13 filialen. Kun je in deze actie doen. En ik ben in Rotterdam. Ik ga bij deze ook even de vlog afsluiten. Voordat ik te lang aan het kletsen ben. En dan zie ik je volgende week. Ik denk dat de vlog op vrijdag online komt. Vind ik toch ook wel een fijne dag. Dus ik zie je heel snel weer. Doei. Dankjewel voor het kijken. En vergeet niet je te abonneren. Doei.